voor DVS TV, daar staat hij. Wie is dat? Adriaan Kruisheer. Adriaan Kruisheer. En Adriaan, ben je nog aan het studeren? Ja, ik ga nu mijn derde jaar bedrijfskunde in. Bedrijfskunde. Maar je bent eigenlijk ook al een beetje ondernemer. Dat stond tenminste op Wikipedia. Ah, dat stond op Wikipedia. Ja, ik heb vorig jaar in de zomer wat gedaan met bootjes verhuren in Amsterdam. Dat ging me wel goed af, maar dat werd iets te veel met voetbal en de studie nog daarnaast. Ja, oké. Okay. Je hebt toch al een bijzondere carrière gehad. Jong Almere City, daar zat je op een gegeven moment. Heb jij toen dat seizoen ook tegen DVS gespeeld, of niet? Ja, ik heb de eerste keer was ik geblesseerd, het eerste seizoen. Toen de tweede keer heb ik hier wel ook gespeeld. En toen bij Almere heb ik ook nog een keer gespeeld, maar toen hebben we 4-1 verloren. Ja, hè? Dat was toen Maurice de Ruiter. Ja, die was met zo'n showtje bezig. En Roemejon trouwens ook. Ik zie hem nog zo rollen. Ja, geweldig, geweldig. Ja, dat was wel mooi. Dus toen dacht je van, hey, die ploeg moet ik in de gaten blijven houden. Ja, toen sowieso. Toen gingen mijn opa ook wel echt open voor het amateurvoetbal. En het voetbal dat DVS toen speelde was echt bijzonder goed. Eigenlijk veel beter dan dat wij dat speelden. Dus toen ben ik ze natuurlijk ook gewoon blijven volgen. En prachtige club. Dus, Ja, prachtige club. Volgens mij is Kemi City ook een schitterende club. Ergens in Lapland, Finse Lapland. Klopt dat? Nou, dat valt wel mee hoor. Ja, nee, dat was een heel leuk avontuur. Heb ik ongeveer 3 maanden gezeten. Ja, randafspraken die werden uiteindelijk niet nagekomen. En toen ben ik lekker naar huis gegaan en alles op een rijtje gezet en echt gekozen, bewust voor het amateurvoetbal en studeren daarnaast. En het bevalt me eigenlijk veel beter. Ging je bij Kemi ook met sledehonden naar de training of niet? Niet naar de training, ik heb het wel gedaan toen mijn vriendin... Vreselijk leuk hè? Dan. Ja, ik zag dat en ik denk, oh, daar ben ik zelf ook geweest. Sari Selki was dat. En een hele mooie tijd gehad. En met name die sledehonden, dat zou ik mijn leven niet vergeten. Ja, prachtig. Hey, Adriaan, naar Sparta Nijkerk. Heel verrassend toch, DVS 33. Bevalt het tot nog toe? Ik heb het enorm naar mijn zin. Ja, nee, leuke groep. Volgens mij goede trainer. Het is nog wel natuurlijk een beetje wennen in het begin aan elkaar. Maar tot nu toe hartstikke blij met mijn keus. Ja. Een trainer die balbezit heel erg belangrijk vindt. En dat, ik heb het idee dat jij dat ook wel heel erg belangrijk vindt. Want je wil hem wel heel graag terug hebben als de tegenstander hem heeft. Ja, natuurlijk. Ja, ik denk ook dat wel een van mijn krachten is. Ik wil hem ook gewoon snel terug hebben, ja. Als ze zij hem hebben, dan kan je niet scoren. Ja, precies, zo is dat. Ja, dat is de wijsheid van Cruijff. Hè? Ja. Hey, je had ook nog een paar voorbeelden. Hè? Kevin De Bruyne las ik. Dat is een favoriete speler. Dat is volgens mij alweer 2 jaar geleden. Maar het is natuurlijk een fantastische speler. En, Je hebt er nu een naast je lopen, hè? Ook zo'n roodharige. Maarten. Ja, hele leuke speler. Hele leuke jongen ook. Super dat hij erbij is. En ik vind het echt klasse hoe hij zich opstelt. Als jongen binnen onze groep. Absoluut. Hey, je bent ook gek van Borussia Dortmund, maar helaas 3-1 verloren van Feyenoord. Ja. Vervolgens Bayern München, die natuurlijk de ene show na de andere gaf. Dat is wel geniet. Kun je enorm genieten van zo'n Thiago? Ja, het is niet normaal hoeveel rust hij aan de bal heeft. Situaties heeft hij altijd onder controle. Hij heeft ook een fantastische techniek, waardoor hij heel veel daarom mee compenseert. Maar ja, hoe hij kijkt, waar iedereen altijd staat, dat is van een heel ander niveau dan eigenlijk de rest die op het veld staat dan. Hey, wat is jouw verwachtingspatroon dit seizoen, DVS? Bedoelt u van mijzelf of van het team? Ja, in eerste instantie van jezelf en daarna het team. Ja, verwachtingspatroon, ja. Nee, ik ga gewoon mijn stinkende best doen. En ik ben gehaald om wat creativiteit op het middenveld te brengen. En daar ga ik gewoon mijn stinkende best voor doen. En ik verwacht wel dat ik daar misschien niet gelijk in het begin, maar wel gaandeweg echt mijn stempel wel op kan drukken. En als team is het natuurlijk ook een beetje afwachten hoe snel alles op zijn plek gaat vallen. Maar we hebben echt extreem veel kwaliteiten volgens mij. Dus ik vind het lastig altijd om iedereen wil natuurlijk horen dat zeggen dat je kampioen gaat worden. Daar pas ik nu nog een beetje mee op, maar we moeten natuurlijk wel gewoon voor een hoge klassering gaan. Noem maar even een paar favorieten op clubs van de derde divisie. Ik denk dat Sparta Nijkerk kijkt natuurlijk goed. Die hebben zich ook wel goed versterkt. Ik zie Steed Doko nu ook echt wel. Die hebben echt wel een paar hele goede ploegen. Ja, Harkemasse Boys is altijd ook gewoon een goede ploeg.
En dan zal ik er vast nog een paar vergeten, maar... Hey, we hebben ook wat gifjes opgenomen, maar Lukili die had het net over soms mis ik een beetje gif bij DVS. En dat wilde hij er een beetje wel inbrengen. Op de juiste manier en op de juiste momenten, zei hij. Mee eens? Ja, vind ik wel. Misschien is het ook nog wel een beetje een vrij jonge groep. En iedereen is natuurlijk nog een beetje nieuwig. En ja. Voor sommige jongens is het volgens mij ook een beetje nieuw naar de speelwijze. En dan ben je misschien meer aan het nadenken nog van hoe alles moet in plaats van echt dat gif in het spel te leggen. Oké. Okay. Hey, namens DVS TV en alle supporters van DVS TV, maar ook van het eerste van DVS. Dus heel erg veel succes, Adriaan. Dankjewel, Piet.